tenemos gran admiración, hemos estado allí donde Van Gogh vivió, donde Van Gogh murió también. Estuvimos en el cementerio y, por supuesto, tenemos todo un respeto por lo que él pensó, lo que pensó su generación. Y primero deberíamos recorrer allí en Ámsterdam esta muestra y lo que hoy en día valoriza estos girasoles. Well, it's a fantastic opportunity, and it's a once-in-a-chance lifetime to be able to look at this painting from so close up, together with these scientists with very specialized knowledge. Just when you look at the microscope, it's not just. Onderzoek is belangrijk om erachter te zien te komen hoe het schilderij er nu aan toe is. En wat we er eventueel aan zouden kunnen doen om te zorgen dat het schilderij stabiel blijft en ook voor de toekomst bewaard kan blijven. Het is nooit zo dat er een standaard recept of een standaard procedure is voor het behandelen van een schilderij. Je zult elke keer opnieuw moeten bedenken wat er nodig is. Maar daar kom je alleen achter door heel goed te kijken. We have the opportunity to do in-depth research. And we are able to invite specialists with state-of-the-art technologies to really help to understand the materials and the techniques that have been used to make the painting. And in particular, how the painting has aged and changed over time, so that we know the best way to care for the painting for the future. Ons vak is heel erg aan ontwikkelingen onderhevig, net als de medische wetenschap en techniek. Zijn er constant nieuwe introducties van nieuwe materialen, nieuwe technieken, nieuwe inzichten. En zo is de manier waarop we nu met de zonnebloemen omgaan heel anders dan men aan het begin van de 20e eeuw deed. We hebben tegenwoordig non-invasieve onderzoeksmethoden tot onze beschikking. Non-invasief betekent niet ingrijpend. Dat wil zeggen dat we nu dus veel meer te weten kunnen komen over de samenstelling en de conditie van de lagen die op een schilderij zitten, zonder daar daadwerkelijk een monster van te nemen of een schraapsel van te nemen. Nou, er zijn heel veel nieuwe conclusies getrokken uit het onderzoek. Het onderzoek was ook heel erg uitgebreid. Maar een paar van de voornaamste zijn dat het latje aan de bovenrand van het schilderij origineel is. And the question was this an original edition by Van Gogh or was it something that has been added later? And we can clearly say from the research that it's an original feature added by Van Gogh, who apparently during the painting process decided that the flower was too close to the top edge and so he needed more room at the top. Nou, een andere belangrijke conclusie van het onderzoek betrof de verkleuringen van Van Gogh's verven. In eerste instantie is er heel veel aandacht besteed aan de verschillende soorten geel die Van Gogh gebruikte. En uit onderzoek is dus gebleken dat sommige van die gelen verdonkerd zijn. Bijvoorbeeld de grote ronde bloemen zijn veel bruiner geworden dan ze oorspronkelijk geweest zijn. En ook het tafelblad waar de vaas op staat is donker geworden. Behalve dat we dus hebben moeten constateren dat een paar van die gele verven verdonkerd zijn, hebben we ook moeten constateren dat een andere kleur juist verbleekt is. Here we have a scan of the painting. It's a scanning for the elements, the chemical elements in the paint, which tells us which colors have been used. We can see that there's a purple color which has been preserved, where the red is mixed with blue and white. And here we even have a streak of the very bright, intense red color. But unfortunately, in other areas, this color has faded. But this tells us that the color of the heart of the flower was originally purple and not blue as it is today. Aan het eind van de jaren 90 van de vorige eeuw heeft een restaurator met bijenwas geprobeerd lokaal wat consolidatieproblemen op te lossen. Consolidatieproblemen zijn problemen met de hechting van de verf. En helaas hebben we moeten constateren dat die bijenwas nogal wittig, nogal melkachtig eruit zag. En dat vonden we heel erg storend.
Dat ging eigenlijk als het ware voor de zonnebloemen hangen. Dus wat ik nu doe bij de behandeling die we nu uitvoeren is die bijenwas te verwijderen. En als dat gedaan is, dan zal ik ook een aantal van de verkleurde retouches opnieuw retoucheren, zodat je die niet meer kan zien. Een retouche is het bijwerken van lacunes, van gaten in de verflaag. En om dat minder storend te maken, kleuren we die plaatselijk dus in. Nou ja, er bestaat zoiets als objectvergroeiing. Als de behandeling afgerond is, nou dan kan het best gebeuren dat je daar een beetje van af moet kikken. Het object dat jouw maatje geworden is, is dan weer weg. En als het goed is, is die behandeling natuurlijk succesvol geweest. En gaat het maatje beter dan ooit weer een nieuw leven in, een nieuwe fase in. Maar ja, je moet het dan wel weer zonder dat maatje stellen.